President Santokki en de Nationale Antidrugsraad, NAR, hebben op 23 augustus 2024 de uitdagingen in de strijd tegen drugsgebruik in Suriname, vooral onder jongeren, besproken. De NAR kampt met financiële beperkingen, ondanks de uitvoering van preventieve activiteiten. Santokki benadrukte samenwerking met het ministerie van Onderwijs en het opdaten van het drugsmasterplan. De NAR zal zich richten op bredere bewustwording en voorlichting op scholen. Vanwege aanhoudende droogte is de productie van hydro-energie afgenomen, waardoor de NV-energiebedrijf in Suriname nu meer afhankelijk is van thermische centrales die op volle capaciteit draaien. Het energieverbruik in het EPAR-gebied is sterk toegenomen, waardoor het risico op loadshedding bij storingen is toegenomen. EBS roept op om stroomgebruik buiten de piekuren te verplaatsen en geeft tips om het energieverbruik, vooral van airco's, te minimaliseren om een crisis te voorkomen. De kantonrechter behandelde op 22 augustus 2024 het kort geding dat M. Oostburg EA tegen de staat Suriname en de minister van Onderwijs hebben aangespannen. Oostburg EA willen dat de verstrekking van getuigschriften bij het basisonderwijs wordt opgeschort totdat een definitief besluit is genomen. De tegenpartij kreeg uitstel tot 5 september om te reageren.